Goedemorgen, het is de volgende ochtend. Er was vannacht weer geen activiteit op het water, maar dat maakt niet heel veel uit. Want we gaan nu gezellig naar de forellenvijver. Het is 10:30 geweest, 's ochtends of zo. We zouden eigenlijk halfweg weggaan, maar we zijn gewoon een beetje te laat. Ik heb hier mijn spullen neergezet. En het staat zo prima, je bent op een camping, dus er wordt waarschijnlijk toch niks gejat. Dus dat maakt ook niet heel veel uit. Ik neem een hele grote fles drinken mee, want dat is wel nodig. Want daar had ik gisteren ook al last van, dat ik gewoon te weinig had gedronken. We gaan daar naartoe. Ik neem mijn GoPro mee, dus ik kan ook onderwaterbeelden maken bij die forellenvijver. En dan zien we jullie, of zie ik jullie eigenlijk als ik daar ben. Maar voordat ik ga, er is vannacht iets aankomen drijven. En dat ligt er nog steeds. Het is één grote meerval. Hij is wel dood. Maar hij is echt fucking groot. Nou, dat is alleen zijn buik wat je nog ziet, maar je ziet misschien... Even kijken. Hier ook een beetje in het water. De rest van zijn lichaam. Hij is echt ziek groot, maar goed, hij is toch dood, dus je hebt er niet zoveel aan. Maar ja, we gaan lekker naar de forellenvijver en dan zie ik jullie als ik daar ben. Nou, we hebben lekker wat vis gevangen. Zet je ze nu even in de emmer aan doen. Wat moet je dat pappen, jongen? Hoeveel is er gevangen dan? Eén. Nou joh, we hebben er gezat, joh. Het maakt daar toch niet uit, denk ik, of je er nou één of zes van. En dan worden ze zo gewogen en dan moet je daar een bepaald bedrag voor betalen. En dan mag je ze meenemen. En dan gaan we ze vanavond lekker opeten. Zo is het, een fotootje, ga ik even door appen naar weg. Nou, Sepp gaat nu even de visjes brengen en dan gaan we ze laten schoonmaken. Toch, Sepp? Ja. Red je dat? Ja. Sterk, hè? Je kan ze hier laten schoonmaken voor 30 cent, dus dat doen we dan. En dan gaan we ze vanavond lekker eten, toch? En die kop er ook af, toch? Lekker glad. Zo, we hebben de vissen laten schoonmaken en dan gaan we nou lekker terug naar de camping, toch, Sepp? Ja. Wat gaan we bij de camping doen? Vissen, ook nog even. Ook nog even vissen? Ja. Het is weer lekker warm, zoals normaal. Ja, en dan gaan we even vissen. En daarna dan leg ik hem weer terug. Ja, inderdaad. Want hier, als je mag hier gratis vissen, zeg maar. Maar als je vis vangt, dan moet je ervoor betalen per kilo. En bij ons in de rivier hoef je niet te betalen. Dan kan je ze zo terugzetten. Of mag je ze hebben. Ja, of mag je ze hebben. Dat mag ook. Maar ja, we gaan lekker terug naar de camping, toch? Ja. Zo, we zijn terug op de camping en we hebben net even aan Piet gevraagd of we vanavond een kampvuurtje mogen maken. Maar dat mag dus blijkbaar niet, want dat is tegen de wet, omdat je het van een bosbrand kan beginnen als het niet goed gaat. Maar goed, dat is verder niet belangrijk. We gaan nu even terug naar de caravan lopen. En dan ga ik even voorvoeren, zodat er een beetje vis op de stek komt. En daarna gaan we even lekker zwemmen. En als we terugkomen van zwemmen, dan ga ik lekker mijn hengels ingooien. A few moments later. Zo, we zijn alweer een tijdje terug. Ik ben alweer terug bij de stek. En wat ik net heb gedaan, is deze hengel, dus rechts, die liggen daarheen. Daar heb ik levend aas aan gedaan. Tenminste, levend. Hij is dood, maar in ieder geval, het is de bedoeling om daar meer voor mee te vangen. Deze zit nog steeds op karper, die linker. En die ligt nog steeds daar. Bij de boei, daar ook. De forellen van vanmiddag, die worden daar nu klaargemaakt. En die gaan we dan straks lekker eten. Kijk, daar zo. Oep. En ja, hopelijk wordt het vet lekker. Ik heb geen idee of ik nog wat ga vangen. Maar dat zien we vanzelf. Ik ben trouwens wel mijn boilernaald kwijtgeraakt. Dat vind ik best wel ruk. Dus ja, nu moet ik telkens van mijn oom lenen. En dat is natuurlijk niet zo heel netjes. Mijn tent, dat is echt een pleurenzooi. Eén grote teringbende. Maar goed, dat ga ik zo meteen... Even lekker opruimen. We gaan nu even lekker relaxen en dan zometeen lekker de vis eten. En natuurlijk hopen dat deze beauties nog af kunnen gaan. No, wat lekker. No, dankjewel. Oké, nou. Wij zijn vandaag forelwezen vissen. Het was echt verschrikkelijk moeilijk. We hebben ons leven bijna gewaagd om die vissen te vangen.
Daarna heeft Jacco ze schoongemaakt en nu, kijk, kijk. Kijk eens hoe mooi. Kijk eens hoe mooi. Ja, luister, luister. Moet je opletten wat er uit die. Hoe ze gevuld zijn. Nu nog een beetje. Kijk. Bosuitjes erin. Heb je zelf gevangen? Zelf gesneden. Je bent toch zo lekker. Hij is toch van een vismonster. Ik ga hem proeven, ja? Nou, dan wordt het eerste stukje van de, onze eigen gevangen vis. Ja. Heerlijk, en dan een glaasje wijn erbij, een glas wijn. Vis moet zwemmen. Dat is heerlijk. Ja, dat is mooi. Heerlijk. Is het heerlijk, Seb? Ja. Ja. Nou jongens, we gaan nu de late avond slash nacht in. Ik heb net even mijn hengel voor het laatst opnieuw ingeworpen. Zo. En ja, die zijn helemaal klaar voor de nacht. Kijk, dit is echt ziek mooi. Hoe dit eruit ziet. Het vloggen is deze vakantie niet helemaal 100% succesvol gegaan trouwens. Ja, de ene keer, ik vergat het niet, maar dan was ik ergens anders mee bezig. En toen dacht ik daarna, oh shit, ik had eigenlijk moeten vloggen. Dus eigenlijk ben ik gewoon vergeten. Maar goed, we gaan nu lekker de nacht in. En dan hopelijk kan ik vannacht lekker gewekt worden door mijn babymelders die staan te gillen. En dan met een mooie bak, morgenochtend of vannacht, net hoe vroeg ik hem vang. Mooi op de foto te kunnen. En zeker ook op film. Ik had trouwens net ook weer een karper. Die heb ik niet gefilmd, maar daar heb ik wel een foto van. Dus die is ook weer in beeld gekomen. Ja, oké. Okay. Ik had dus wel een vis gevangen. En ik had het ook wel gefilmd. Alleen met mijn GoPro. Dus ik heb alleen gefilmd hoe ik hem terugzette. En daar zien jullie nu dus de beelden van ondertussen. En ja, na dit stukje ga ik gewoon verder met de vlog. Sorry trouwens dat het een hele korte vlog was. Maar ja, ik heb het ook uitgelegd waarom. Maar ja, dit was dus de video van de karper die ik had gevangen, hoe ik hem terugzet. De volgende vis beloof ik jullie die wel gaan filmen. Maar dat is gewoon, de hele camping staat hier als je een vis hebt. En dan is het een beetje chaotisch om ook nog eens die camera voor elkaar te maken. Dus sorry, maar bij de eerste volgende vis zal ik het wel doen. En ja, dan zeg ik voor nu alvast wat rusten. En hopen dat ik een mooie bak mag vangen vannacht.